snap niet waarom die computer nou weer niet reageert op me. Niet goed. Hensje? Ja? Oh, wacht maar. Nee, nee, daar ging het niet om. Maar mijn scherm loopt af en toe vast. Goedemorgen. Zo, jij bent vlot, Ingrid. Nee, hij doet het, hij doet het. Even kijken hoor. Als ik namelijk op mijn telefoon kijk, dan valt het wel mee. Maar als ik nou op mijn beeld kijk, denk ik, wauw, wat een klerenzooi. Gewoon op z'n Hollandse, nu mag het. Nou, nu zie je meteen wat ik allemaal om me heen heb staan. Moet ik echt even gaan opruimen. Eerst mijn project afmaken, dan ruimen we het op. Goedemorgen. Nou, is even anders hè zo. Hebben jullie last van de televisie? Enzo is in de kamer tv aan het kijken. Horen jullie dat? Is het heel storend? Oh, koud. Goedemorgen. Maar geen last van. Oké, nou als jullie er last van hebben, geef even een gil dan. Mijn beeld zit nog steeds scheef, hè? Oh, andere kant moet hier. Nou. Kijken of het zo beter is. Ik zei al tegen hem. Dus nou, je gaat geen Fortnite in die ellende spelen. Dan wordt het een hoop gegil. Daar heb ik geen zin in. Mag ik dan wel YouTube kijken? Ja, maar geen schreeuwers. Gewoon niet schreeuwen. Inderdaad, gewoon niet schreeuwen. Nou, ik heb het 1:01. Zullen we gewoon beginnen? We zijn met z'n drietjes. Dus nog niet veel. Zijn er mensen die binnenkomen wandelen? Ik vind het prima. Het is gewoon even niet anders. Afgelopen vrijdag, toen waren we bezig met ons deurtje. En toen ging mijn accu down. Nou, dit was hem dus geworden. Zover waren wij inmiddels. Dus ik heb alleen nog die ene erop geplakt en verder niet. En deze moest er nou op, maar we zouden hier al een kader omheen maken. Ik ga hetzelfde manier doen. Dinsdag. Het was dinsdag. Ja, ik ben echt die dagen, jongen. Ja, inderdaad. Het was afgelopen dinsdag ging hij daar. Hij is nu helemaal vol. Hij was 100% dat ik hem er net in hing. Dus die gaat hierop. En dan gaan we een kader maken. En dan ga ik eerst even kijken. Hoe kan ik die nou het beste er een beetje netjes op doen? Die past natuurlijk net eigenlijk weer niet. Ja, ik denk dat hij ongeveer 2 centimeter van de rand, 2,5 staat hij hier. En hier staat, blijf staan. Hier staat hij ook op ongeveer 2,5. Nou, dat is in ieder geval dus ongeveer 2,5 centimeter van de rand. Het is... Mama, komt er een kat in de tuin? Komt er een kat in de tuin? Ja. Oh, dat is de buurtpoes. Kijk, kijk erop. Ja, denk een beetje om mijn planten. Het wordt weer mooi weer, hè? En dan gaan de deuren weer open. En dan laten ze de katten weer in mijn tuin. Weet ik niet. Ik denk dat ik stroken ga maken van 2 centimeter. Dan hebben we aan het midden een mooi wit vlak. En dan kunnen we hem daar goed op afmeten. Nou, even kijken. Want wat zouden wij gebruiken? Dat oranje, want dat is wel heel, staat hier wel heel erg gaaf bij. En ik vind die niet zo leuk hierbij. Zullen we dan toch maar die rare paddenstoeltjes er een keertje bij gaan doen? Ja, dit worden, hier maak ik 4 blokjes van 2x2. Ja, maar die poes vind ik niet leuk. Nee. We gingen in centimeters, hè? Nou, moet ik even kijken.
altijd heel lastig. Even kijken. Als ik hem nou hierop doe, dan is die helemaal niet. Wordt hij te klein? Ik heb nog een kleiner snijplankje. Nog kleiner. Even kijken wat daarop staat. Ja, dat heb je. Je bent gewend inches te werken. En dan ga je nu ineens in centimeter zitten werken. Hier staat hij namelijk wel op. 2 centimeter. Nou, pas net. Zo. Dit stukje niet. Jij wel erdoor. Goed, dat hebben we over. Die heb ik niet nodig. En dan deze past natuurlijk. Oh, past wel. Mooi. Ook op 2 centimeter stroken. Nou, dat worden dus 4 stroken. Toch is dit ook een fijn apparaatje. Voor dit soort werkjes is het echt super lekker ding. Terwijl ik helemaal niet van de rolsystemen ben. Zo, 4 maal. En dan, jij kan weg. Dit was de opening. Deze moet dan hier komen. En dan komt die daar. Ik leg hem gewoon eerst even neer. Dan kunnen we zien wat het moet gaan worden. Meteen ziet dat hij echt van de rand af moet, als wordt het wel een heel groot gat. Komt hij ongeveer op deze manier. En dan met de hoekjes. Nou, lijkt me een goed plan. Dat lijkt mij een heel strak plan. Goed, dan gaan we ze eerst even de hoekjes vast een kleurtje voorzien. Oh, Enzio, volgens mij is het toch wel heel erg hard. Want ik hoor ze nou schreeuwen. Is dat weer die rare knol? Nee? Are you sure? Ja. Oké. Okay. Het is een bouwhof. Pardon? Het is een bouwhof. Oké, zo komt die ongeveer. En dan komt die hier. Dan moeten we even uit naar meten. Dat vind ik het lastigste. Het was hem wel, hè? Nee. Het is een Joost. Nou, die schreeuwt ook dus. Joost komt ook niet meer in huis. Hij heeft geen hier. Ja, boeien. Oké, die. Dat ga ik even heel raden. Ik zet hier even een heel klein eentje. Dan weet ik welk stripje waar wordt. Deze is hierop afgetekend. Nou, ik vind die paddenstoeltjes eigenlijk nog steeds niet leuk. Dat is het enige wat ik niet leuk vind van het papier. Nou, deze kunnen we eigenlijk wel tegelijk zetten. Het is allebei voor de boven- en de onderkant, dus dat scheelt. Dat moet wel gelijk zijn. Dus dit wordt een klein tweetje. Die komt dan hier.
In principe moet dit net zo groot zijn als de andere kant. Maar ja, dat zal je net zien totdat het dus weer niet is. Die komt dan daar. Dat wordt dan een drietje. En dan wordt dit een viertje. Zo. Dit was de drie. En dan wordt dit de vier. Oké. Die plak ik pas zo meteen op. Dan moet eerst kijken of het wel weer goed uitkomt. Nou, zal ik hem hiermee doen? Nou ja, doe eens gek. En Neo, doe alsjeblieft wat anders dan die irritante vloggers. Oké, stripjes geven wij weer een klein beetje kleurtje. Zo. Dit was nummer 3. Nummer 3. Nou, dat is ongeveer, hè? Ik leg hem er alleen op. Ik druk hem niet aan. Het is altijd wel een dingetje. Oké. Nummer 4, pak eens even een ander, nummer 1. Ja, nou ja, ik heb het netjes van tevoren vermeld dat ik het daar niet meer doe. Dus het is inderdaad een heleboel stiller. Maar het is goed zo. Degenen die willen komen, die zijn welkom. En degenen die niet willen komen, ja, dan niet. Nou ja, die Naida, die heb ik al jaren bij mij op mijn Facebook. En ik denk dat zij aan het werk is. John zei al van, nou, misschien moet je het via Wendy's Crab doen. Dus ja, dat is ook nog een idee. Ja, aan de andere kant, we hebben ook... op mijn groepje, hier al. Op dit kanaal, om het zo te noemen, heb ik ook heel veel hobbymensen zitten. Ook uit het buitenland zitten hier een hoop mensen van. Dus ja, ik denk misschien is dat juist wel handig zo. Maar... Hm.
Nou, schrijf ze op. Nou, dan moet die hier tussendoor passen. Nou, dat gaat prima. Oké, dan ga ik dit vastzetten. Anders droog mijn lijm zo in. Zo, de hoekjes kunnen dan ook meteen. Weet je, Ingrid, ik maak me er niet zo heel erg druk om. Hè? Ik doe het omdat ik het leuk vind. En als de mensen het leuk vinden, kunnen ze meekijken. En ze kunnen vragen stellen. En willen ze dat niet? Nou, dan niet. Ik ga toch wel verder. Je wordt daar heel simpel. Op een duur word je er heel simpel in. Moet ook wel. Wat vond je van mijn kistje? Was wel eventjes heel wat anders, hè? Wat zeg jij, Antje? Ja, nou ja, boeien. Ik kan er niks anders van maken. Het is toch een kistje? Die koffin, ja. Ik vond het wel gaaf geworden. Echt heel gaaf geworden. Het is wel grappig, want in Amerika zei ze echt zo van, ja, ik vind het wel leuk, maar die vorm vind ik toch wel heel erg apart. En mijn moeder zelf, die vond, had al zoiets van, wat ga jij nou weer doen? Die houdt daar allemaal niet zo van. En toen was vorige week mijn pa, die was hier, en die had mijn moeder aan de telefoon. En die zit echt zo van, maar... Ik zit nou tegen wat aan te kijken. Zit hij tegen een grafkist? Hij vond hem helemaal schattig. Was wel leuk. Maar goed, mijn moeder was hier van de week even. En ze zegt ook, ja, ze zei, hij is inderdaad erg schattig. Dus nou, gelukkig. Mama. Ik blij. Ja, en Antje? Normaal moet de grafkist niet schattig zijn. Wat zeg je nou? Normaal moet hij? Normaal moet de grafkist niet schattig zijn. Nee, normaal is een grafkist inderdaad niet schattig. Maar ja, dit hoef je ook niet als een grafkistje te gebruiken, hè? Het is wat je zelf wil. Ja, ik wilde even een voorbeeld doen, maar ik doe maar geen. Nee, doe me niet. Dus ja, ik vond hem ook erg leuk. Ik moet ook zeggen, aan het begin ben je heel erg bezig. Serieus? Stil nou eens. Nou, nee. Zeg, aan het begin ben je heel erg bezig dat je met een kist aan het maken bent. Maar op het laatst heb je dat helemaal niet eens meer door. Serieus niet. Dat was een heel pad. Zei ik ook tegen Sjonsen, je hebt er helemaal geen neiging. Je bent gewoon bezig met een project. En daar ben je gewoon mee aan het werk. Het is een keertje wat anders. Nou, dan komt deze in het midden. Met zijn deurtje. Deze zet ik wel ook even op tape. Even uitkijken met het knopje. Niet T en zo. Tape. Je hoort weer de helft. Hij zou rustig zijn, maar het zit er weer niet in. Nou, goed langs de randen. Ook hier erg belangrijk. En let er ook op waar je opening zit. Hè? Wij hebben het deurtje van rechts naar links. Genier dus aan de linkerkant. Want je hebt natuurlijk de bovenkant die open is. Moet ook wel, want er moet nog wat in. Dus goed opletten. Dat je hem niet op zijn kop plakt. En met sommige papier kun je dat natuurlijk zien. Maar ja, als je elfjes of zo hebt, ja, dat valt gewoon op. Maar heb je nou een stipje, of je hebt een kriebeltje, of je hebt een, weet ik veel wat, is, patroontje. Dan is het zo gebeurd. Ervaring mee? Helaas, ja.
Dus zo gaat hij open. Dit is de bovenkant en dit gaat dan hier in het midden. Och, deze die zit nog in de kennel, die is niet blij. Vlak voordat ik online ging, toen kwam de bezorger. Dus ja, dan moet ze even in de kennel, want anders dan peert ze hem. En ik heb het er nog niet uitgehaald, goed hè. Dus ze is boos. Zo, goed aandrukken. Nou. Doe het even wel plat, niet zo, want anders hang je achter je papier. Deurtje open. Oké, dan is deze pagina klaar. Die gaan we nu invullen. En ik vind hem erg lief geworden, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij is echt super schattig. We hebben dingen nodig voor hier in de pockets. En hier konden we nog wat in doen, hè. Onze happy mistake, zullen we maar noemen. Dus dan gaan we even kijken. Dit zijn stickers. Even kijken, we hebben hier de kaartjes. En de envelopjes. En dat was hem dan, hè. Volgens mij, ja. Dan zit ik te bedenken, ik heb nog helemaal geen stans gebruikt. Ik zou eigenlijk engelenstansen doen. Maar goed, dat kunnen we nog altijd gebruiken achteraf. Dit vind ik erg schattig. Even kijken, wat kunnen we hiermee doen? We moeten in ieder geval een elfje hebben die hier achter het deurtje komt. Dus dan kunnen we beter zeggen, pakken we een kaartje voor. En dan hopen... Die grote niet, want dat past sowieso niet. Dat ze erin passen. Kan het. Kijk eens. Hij zou erin kunnen. Hij zit scheef, gaat stikken scheef. Kijk. Dat is wel een uberschattig gezicht. Even kijken, wat doe ik er doen? Oh, deze is ook wel heel leuk. Maar deze past denk ik niet erin. Die kan er net niet in. Of we moeten de groen buitenste rand eraf snijden. Wat hebben we nog meer? Lieve Magic. Maar deze komt niet helemaal in beeld. Fairy Dust. Pixie Spirit. Deze. Oh, hij gaat zakken. Nee, we gaan een staande doen. Nou, die hadden we al. Houden we het hierbij? Bij deze? Oh jee, op deze. Oh, deze is ook wel leuk, maar ik zie de tekst niet helemaal, dus die vervalt weer. Nog meer paddenstoeltjes. Magical Things, dat gaat ook vervallen. Nou, ik denk dat we gewoon in één keer de goede hadden. Ik denk dat dit de beste keuze is. Zo. Dat is best wel schattig. Toch? Vind ik wel. Deurtje dicht. Dan hebben we hier al. Kijk, hier kan wel die kaarten. Ja, ik stond in dubio om ze toch op wit te zetten. Maar ja, ik vind de postcard aan de achterkant altijd zo leuk. Tuurlijk. Past ook niet. Waarom nou niet? Hij is eigenlijk net. Net. Wat scheelt het? Scheelt het heel veel, veel? Hey jee, oh dear, oh dear. Ik zit even aan iets te denken. Close your eyes and make a wish. Oh nice.
Ik denk, nou, dan kan wel zeggen, ik haal die paarse rand eraf. En maar dan krijg je precies hier dat vleugeltje wat dan heel kwetsbaar wordt. En hier die paar sprietjes. Wil ik dat? Nee, eigenlijk wil ik dat niet. Haal ik alleen het donkerste buitenste randje eraf. Het is een millimeter hier, een millimeter hier. Gaat hij het niet redden? Zo gaat hij dat wel redden. Dus ik ga alleen het hele kleine donkere randje eraf halen. Kijk, dan past het netjes aan de binnenkant. Oké, doen we die. Nou, omdat ze zo leuk zijn, zetten we er gewoon nog een paddenstoeltje bij. En dat kunnen we ook aan de andere kant doen. Dus daarom pakken we bijvoorbeeld... hebben we nog een dwars liggen? Deze hebben we nou. Deze. Dus dan halen we ook nog donkergroene randjes er vanaf. Hey, 11 uur. Mensje? Ja. Ik zou het wel prettiger vinden als die kaartjes minder scheef zijn. Nou, zo. Die zijn gewoon echt scheef. Zo, kijk, dit papier was korter. Dat klopt, maar goed, het geeft niet als we hem dicht doen. Steek je er wel net buiten? Willen we dat? Nee, willen we ook niet. Nou, gaan we wel even mee zitten vandaag, vind ik wel leuk. Toch de rand nog iets korter, dat is niet anders. Dan doen we wel aan alle kanten hetzelfde. Anders staat het ook weer zo raar. Zo. Dat klopt. Gisteren was de ijscommander. Het was weer één dag zonnestraal. En die ding meteen tot die geld verdient. En dan follow the dreams. Dat doen we hierbij. Nou, die vind ik wel lief. Dan hebben wij nog de bovenflap. Deze. We kunnen hier ook nog zeggen, we zetten hier nog iets van een sticker of een stoppertje of een... Nou, bedenk het eens even. Wat zullen we hier kunnen staan teksten op? Ik vind die postzegels erg gaaf. Dus wij doen een postzegeltje. Gewoon omdat het kan. Niet omdat het moet. Nou, het zijn stickers. En toch geef ik hem nog een beetje lijm voor de zekerheid. Hoeft niet veel. Het is met dat hij net eventjes extra houvast heb. Ik zet hem hier. Postzegels is zo leuk. Oké, dan de bovenkant. Nou, we hadden kleine tekjes. Deze bijvoorbeeld. Die geef ik wel weer een beetje inkt. Want die hebben lelijke witte randen. En dan kan iets groters achter. Even kijken hoor, de paarse. Nou, geen friemeltjes.
Ik zit trouwens te denken, dames, om 3 keer in de week de live te doen van het album. Ik merk toch dat het de afstand tussen de dinsdag en de vrijdag vrij groot is. En omdat ik ook altijd met meerdere projecten bezig ben, doe ik natuurlijk zelf hoor, daar gaat het niet om. Vind ik dat wel fijn. Dan blijf je wel een beetje in diezelfde, in die running van, je bent hiermee bezig. Die kant ga ik niks doen, ik vind het wel leuk zo. Dus deze klappen dicht. Dus ik denk dat we dan op de maandag, de woensdag en de vrijdag pakken. Dus de vrijdag wil ik sowieso aanhouden. Ik vind dat zelf een prettige dag, ik weet ook niet waarom. Dat leek mij een goed plan. Lekker 3 keer in de week. En wat er nog tussen komt, ik heb geen idee. Dat gaan we allemaal wel zien. En die zetten we er gewoon tussen. Ja, strikje. Kom nou. Oké. Nou, is toch super schattig. Dan is deze weer klaar. Dan gaan we door meteen naar de volgende. Dan had ik... Ik had het toch klaargelegd. Had ik ze niet klaargelegd. Even kijken. Deze leg ik even aan de kant. Zo. Jawel, zie je wel. Ik had ze opgeschoven. Kijk, ik ben ondertussen bezig met glazen... Hier ligt die. Zo. Deze, even kijken hoor. Daar zouden we een simpele tegenover zetten. Hè? Omdat we anders weer met de dikte gaan zitten. Even denken, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik denk 1 klapper maken. Dus dat je wel weer ruimte hebt voor foto's. 1 keer openmaken. En dan. Nou, dan weet ik het nog niet. Hidden pocket misschien. Deze doe ik even terug in het zakje. Anders als ze eruit vallen blijft het bij elkaar. Hopla. Wat gaan wij gebruiken voor papiertjes? Dit zijn wel hele kleine stukjes. Ik heb hier ook nog een stukje blauw, paars. Nou, paars heb ook nog een achterkant. We hebben nog oranje. En dit zijn de kleine stukjes. En dan heb ik... Jongen. Zo. Wat dan? Ik ga heel even kijken. Er komt iemand aan de deur. Dat was een snelle Jelle. Dat was bezorgd. Die had ik pas vanmiddag verwacht. Die komen normaal nooit voor 12. Oké. En we hebben hier natuurlijk nog heel veel leuks. Even kijken. Ja, dit vind ik toch wel een hele gave. Ik weet nog steeds niet wat we gaan doen met de koffer. Ja, deze. Hij is ondertussen op thuis aan de koffie. Ja, hier ook kan ik niet zoveel in wegsnijden. Weet je wat nou het rare is, hè? Ik heb vroeger, had ik eigenlijk, nou zeg, hou eens op hier geblaf. Had ik altijd eigenlijk, kreeg ik 45 papier. Als ze het nou andersom doen, staan we niet op school. En tegenwoordig heb ik zoiets van, ik val veel meer voor de... het papier van Stamperia. Ik geloof dat Daisy doof is. Doeske, kom eens.
Nee, kan niet. Ze zit in de kennel. Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Dat is erg. Oké, we gaan gewoon eerst een flap maken. We maken een flap. Jullie aan de kant. Heb ik nog niet nodig. Zo. De tafel die we erbij trekken. En dit aan de kant. Maar raar, hè? Dat je smaak zo kan gaan veranderen. En dan pak ik een papiertje. Natuurlijk, dat zet ik altijd net op. En die gaat dan weer op 6 inch. De complete breedte. En dan moeten we natuurlijk de centimeters weer hebben. Dat was weer 15,2. Zeg ik dat goed? En ja. Nou, moet je wel iets zo leggen. En dan meet ik hem hier af, want dat wordt de rillijn. En dan snijden we hem gewoon weer ergens af. Nou, dat snijden, dat is niet zo heel belangrijk. Dat hoeft niet op een centimeter, een inch, een millimeter. Ik ben mijn rilmesje die hier hoort. Zet die weer even terug. En ik pak toch... Oké. Deze rillen in. Nou. Ik heb nog geen idee welke kant we op gaan. Die kant of die kant. Ik weet ook nog niet waar die komt in het boek. Ik maak altijd als ik er een dikke pagina gemaakt heb, altijd wel een dunnere tegenover. Want ja. Anders dan heb je kans dat het boek straks uit elkaar gaat ploffen. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Kan ook met jou. Even weer de driehoekjes eruit. Een klein beetje schuine knippen. Waarom is dit Sinterklaas cadeaupapier? Is geen Sinterklaas cadeaupapier. Weet ik eigenlijk niet. Heb ik niet eens naar gekeken. Zie je een meid of een Sinterklaas? Ah, joh, boeien. Nou, verlaat Sinterklaas cadeautje misschien. Een laat en vroeg. Ja, dat kan ook. Kinderen zien ik altijd alles. Sorry hoor. En je hoort ook altijd alles. Geen aangen, hè? Dat zit hier op de wc. Nou, doe maar niet met een plasje over de pot. Oh, je bent al klaar. Als je plast, hou je je ogen open. Nee, ik ga ze dicht tapen. Ga je ze dicht tapen? Ja. Oké. Doe nou niet zo stoer, vriend. Beste vriend, de tape. Ja, nou, als je dat wil, pak ik even duct tape. Natuurlijk wil ik dat niet. En mag ik het dan ook eraf halen? Je bent toch niet gek? Nou, weet ik niet. Maar jij gaat zeggen, ik ga mijn ogen wel dicht tapen. Maar weet je hoe gek is? Jij hebt het gegeven. Oh, nee. Ik ben het drinken dit keer niet vergeten. Ik ga straks pak ik een fles erbij. Oké, we hebben een flap. Nou, dan hebben we al iets. Wat gaan we doen? Ik heb eigenlijk geen idee. Een waterval hebben we ook nog niet gehad, hè? Die wil ik er ook nog in hebben. Zeker weten. Vinden waterval altijd wel leuk. Denk dat we die in een ander, op een andere pagina doen. Even denken, wat gaan we doen? Ik zou deze simpel houden. Ik ga deze gewoon bekleden. Deze kant ook. En dan ga ik misschien gewoon wat van die slide pocketjes in maken of zo. Nou, we gaan even kijken. We hadden hier al. Hey, Sekiro! Deze. Kijk, die past mooi over het geheel. Dat gaan we natuurlijk niet doen. We gaan hem ook... Nee, zo. En dan in combinatie met... paars. Even kijken, want deze kan er in zijn geheel op.
Of als ik hier dan naar de twee stroken weghaal, dan kan deze weer terugkomen aan de voorkant. En dan gooi ik deze in combinatie met paars. En ja, oké. Dus hier haal ik twee stroken van af. En dit is wel 6 hoog. Dus hij moet ietsje kleiner. Ik maak hem 15 centimeter rond. En dan komt hij op. Oh jee, gaan weer. 1, 2, 3, 4, 5. Nou, jij zei 1, 2, 3, 4, 5. Dus ik was op je aan te kijken van ik ben ook. Nee, even niet, Enzo. Ik ben aan het tellen, maar ik vind het in de, ik vind altijd die Engelse, die inchmaten best wel heel moeilijk. Want deze geeft hele andere maten aan dan deze plank. 1, 2, 3, 4. Kijk, ik tik hem dan op 5, 7, 8ste. Kijk, dan moet ik even hier, dan weet ik zeker dat ik het goed doe. Want dan is die iets kleiner. Kijk, dan krijgen we dat randje. En dan snijd ik er af. Vier inch staat 10,2 Ingrid aan centimeters. Dat ga ik dat goed doen? Vind ik dat niet te veel? Ik vind het eigenlijk te veel. Ik ga hem op 5 inch afsnijden. Dat is 12,7. Hi Kero! Dag Kero! Kijk. En dan komen de randjes langs. Oké, die komt dan voor de voorkant. Daar. Dan moet ik deze op dezelfde maat snijden. Want die komt aan de binnenkant. Dus eerst over de gehele lengte. Snijden we hem. Wat was het? 5, 7, 8ste. En dan 2 keer 5 inch. Die zijn dan voor de binnenkant. Nou, het maakt niet uit. Kijk, want het gaat toch niet tegen elkaar aanpassen. Die komen dan hier. En dan pakken we van paars. Maken we dan twee strips. En dat zijn wel kleine stripjes. Wat zal dat moeten zijn? Ik denk nog niet eens een halve inch. Die zijn weer lastig te meten op die machines. Dus daar pakken we de kleintjes weer voor. Even kijken hoor. En een lineaal. Laten we dit. Nou, weet je wat? Ik meet hem zo af. Die ga ik snijden. Ik denk dat dat het makkelijkste is. Dan komt die hier. Dan pak ik de paarse. Dan komt die daar vlakbij. En dan doen we hier een ander. Deze ga ik vast inkten en erop doen. Dan kan daar niks mee gebeuren. En datzelfde ga ik vast met het ene, de linker oranje vlak.
randjes gaan we ook vast aan één randje geven. Hey, ik dacht dat jij YouTube aan het kijken was, niet dat jij ging gamen hier. Ja, en nu heb ze Nederlands. Ik loop weer te zeuren, zeker. Ja, jij zei net van iets van, dat ik hem niet doe, of zo. Want jij zei ook gewoon dat ik je er last van had. Nou, het ligt er me net aan wat. Jij gaat altijd van die dingen kijken, die gasten die maken altijd zo'n herrie. Ja, net keek ik gamen weer, vond je dat ook goed? Nee, maar waarom schreeuwen die gasten altijd? Waarom moeten ze altijd schreeuwen? Nee, weet ik veel. Ga jij Nickelodeon kijken? Nee. Bestaat dat nog? Hè? Bestaat dat nog? Ja, maar ik heb er geen idee van. Oh, ja, dat kan. Ik moest pas weer afsluiten dan. Nou, heb het nut? Wat ga je dan doen? Ik moet je kijken. Ja. YouTube kijken. Je kijkt alleen maar schreeuwers, dus dat heb ik genut. Ik heb een spel. Ja, doe je zelf. Heb ik niet gezegd. Nee, man, wat je net zegt. En nieuw. Je stem. Volgende week heb je er geen last van, jongen. Mama. Zo. Zo. Oké, dan wil ik hier al een groen randje. Gewoon omdat het leuk is. Doen we even groen. Of stipjes, even groen. Hè? Wordt wat rustiger. Kijk uit voor de vouwlijn. Deze wordt wel iets, ietsje dunner. Maar goed, dat maakt niet uit. Ja, mop, ik ben bezig. Zijn jullie stil? Randje overladen. Zodat hij gewoon nog netjes dicht kan. Of zo. Gaan we hier een lintje aan doen? Is misschien wel een goed plan. Hier. Want dan kan die weer opengezet worden. Nou, ik heb hier een hele bubs. Kijk. Die heb ik dus nog niet opgeruimd. Deze moeten we nou niet aan de kant vast gaan zetten. Want daar komt natuurlijk een randje. Dus we gaan hem een beetje verder wegzetten. Tipje. En ik ga er nu eens ook een lusje ervan maken. Eerst even die eraf. Of maken we er een zwaluwtje van. Misschien ook wel leuk. Dan komt die alleen zo, dubbel. Zo. Het is wel heel dik weer, denk ik. Het is wel heel dik. Dus, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Of doen we hem wel zo? Waarom val jij niet zo mooi? Ik
zit ondertussen even te denken, want hoe lang wordt dat randje wat we hier langs gaan doen? Ik ga mijn lintje even iets langer pakken. Ik moet zeker weten dat die ver genoeg... Nou, is hij nou veel langer? Jawel. Zeker weten dat hij ver genoeg kan zitten. Moeten we er geen last van hebben. Dit doe ik puur om te kijken hoor. Ja. Dan draaien we hem erin. Zo. Dan leggen we die erop. Die knippen we iets korter, zodat hij wel mooi op het tape gaat vallen. Dat was de bescherming weer nog voor het rafelen, of tegen het rafelen. En dan gaat daar weer het tapeje overheen. Hopla. En dan hebben we deze. Even kijken, ik zit aan nog iets te denken, want nu kan hij nog niet dicht. Wil ik hem nog dicht maken? Het wordt op zich niet heel veel. Die is gedaan. Hier kan een stopper op, dan kan ik aan de achterkant het magneet zetten. Dat is het probleem niet. Maar dan moet ik het wel nu zeggen, want anders kan ik hem hier niet kwijt. Wat gaan we doen? Het zal wel een brede worden dan. Even kijken. Dit is leuk voor met een ribbon. Dit is een ribbon slide. Moet ik trouwens wel brede lint hebben zo te zien. Ik kan hem ook. Oh, dat is misschien wel leuk. Let op, dat gaan we doen. Kennen jullie nog wat wij deden? Oh, daar kunnen we er twee van maken. Met de watervallen maakten we altijd zo'n klap. Dat kunnen we natuurlijk nu ook hier doen. Dus als ik deze nou even door de midden doe. Dit is een strook van... Heel ongemakkelijke maat. Is 1,5... 1,7868 ongeveer. Als ik nou twee stroken maak van 1 inch. Ja, dat haalt niet uit dit papiertje natuurlijk. Dat lijkt me een goede. Let op. We gaan twee stroken maken van 1 inch. En die geven we dan allebei een rail. Nou, waar maakt niet echt heel erg veel uit. Het is erom dat die wordt aan de achterkant vastgezet. Zo. En dan vouwen we hem om. Kijk, en dan komt die hier. En hier. Dat is weer eens een keer een ander soort sluiting. Deze knippen we dan af op. Zoiets. Ik kan hem hier de magneet zetten. Dat die plek genoeg heeft, knippen we hem af met een punt. Of hebben wij. Dat ga ik anders doen. Let op. Ik knip, we gaan even afmeten. Dat wil ik wel even afmeten. We moeten goed tegenaan. Zet ik hem op 6 centimeter. Ja. Ik wil weer even mijn andere snijmachientje hebben. Waar is je nou? Oh ja, tuurlijk.
hieronder. 6 centimeter. Nou, die gaat net hier wel langs kunnen. En dan... die. Nou, jij ook. Andere kant. Dan hebben wij deze super gave pons. Even kijken. Wil ik een bloempje? Ik wil twee bloempjes erin. Kijk. Dat staat netjes. Dat is chic. Chic de la pop, zoals wij dat dan noemen. Dat is net zoiets als Coupe de Troep, maar dan anders. Deze doen we een magneetje. Klik, klik. Aan de binnenkant doen we eerst weer een dotje lijm. Je moet zeker weten dat die gaat hechten. Vooral niet, heb ik gezegd, terug. Zie hoe sterk het is. Ook niet te ver aan de rand, hè, want we moeten hem nog bekleden. Moeten we wel een tapeje erop kunnen krijgen nog? Nou. En zo zie je, dan wordt een simpel paginaatje toch wel weer uitgebouwd. Ik kan gewoon niet normaal werken, denk ik. Zo. Hier kunnen we vast een stukje... papier opzetten. Deze bloemetjes blijven gewoon heel erg leuk. Nee, jammer, is net niet. Niet breed genoeg, kort genoeg. Klein randje overlaten. En hij moet korter. Hij moet nu ook voor de bloemetjes vallen. Die ik hierin heb gemaakt. Dus Ingrid, verkoop je ponsen nog niet. Zo. Nou, en dat is twee keer. Deze geven even een randje. Beetje lijm. Vergeet niet het schutvelletje van je magneetje af te halen. Niet in de vouwlijn. Tijd nodig, even het weet het. Oh nee, op die manier bedoelde ik het niet. Nou ja, als je, dit zijn wel leuke dingen waar je zelf ook weer kan doen, natuurlijk. Zo. Dan moet er zometeen een magneetje op. Hier gaan we eerst doen. Nee, niet hier, maar die. Ook weer met een klein randje. Bijna weekend. Ik heb er zin in. Zo, die eraf.
Inmiddels heb ik hier een babydoekje liggen. Nou, die staat stijf van de lijn. Ik denk, dan kan ik tussendoor even mijn vingers een beetje schoonmaken. Zo. Oké. Dat is dan de binnenkant. Aan deze kant zet ik een tapeje in. Dat doe ik even met een smaller tapeje. Had ik dat hier nog liggen? Ja. Want die moet ook wat lijm hebben. Tapeje weer voor de eerste houvast. Nou, dan gaan we kijken. Waar gaan we ze neerzetten? Die heb ik even niet nodig. Jullie niet. Ik plak ze dus echt op de achterkant. Hè? Nou, je wilt ze wel een beetje gelijk. Even kijken. Jou zet ik vast. Nou, pak weer een goede centimeter. Zo. Kijk. Dit worden dan de sluitingen. Die geef ik nog even. Hij moet even wel goed vouwen. Dan moeten natuurlijk nog de tegenmagneten erop. Dus tapejes hier. Want het was door mijn vinger, blijft hij plakken. Oké. Enzo, wil jij kijken? Oh, ik hoor het al bij de buurvrouw, denk ik. Ja, is bij de buf. Nee. Ik hoor de container. Ja, de buf had misschien iets met de container te doen. Dus is het bij de buf? Ja. Ja. Ik dacht dat je een pakketje bedoelde. Nee. Zo, druk je hem vast. Wie? Kiro? Nee, ik. Jij? Oké. Ben je nog live? Ja, ze... Oh, dat hoort zij natuurlijk niet. Komt iemand online? Ben jij nog live? Ja. Even terugtikken. Haha. Oh, hoe krijg ik dit nou weer weg? Oh jee. Zo. Nou kijk, en dan hebben we de klippen. Supergoed. Deze gaan we beplakken. Nou, zo. En de binnenkant moesten we nog doen. Maar in ieder geval hebben we die nu gedaan. En deze flapjes moeten we nog doen. Wat gaan we doen? Pakken we nog een groene strook en dan gaan we weer contra die kant op. Is misschien het meest leuke. Nou, ongeveer net zo. Het is wel heel kwetsbaar, wel uitkijken. Ongeveer net zo breed.
Zo. Beetje lijm. Niet te veel. Echt niet te veel. Genoeg. Ook niet te weinig natuurlijk. En dat is een voordeel. Je kan het heel goed zien. Goed insmeren. Deze lijm die laat altijd... Nou ja, de meeste lijmen wel een glanzig laagje achter. Van de vouw af. Plakt goed. Plakt vrijwel direct. Checken. Check, check, double check. Oké, dan hadden we al een stukje oranje. Die hadden we al klaar. Dan zetten we die erop. Met een heel klein pieter randje. Kijk, hier komt dan het paars overheen. Gek gezicht, hè? Zo. Je krijgt ook weer een randje. En dan maken we geen hidden pocket. Denk ik. Ja, misschien op de voorkant. Maar... Jammer. Ja, dat is beter. Het irriteert me nog niet. En ik hoor ook nog niet dat het hun irriteert. Oké. Nou, dit eruit smeren, anders krijgen we bobbels. Bobbels willen we niet. Daar houden we niet van. Plaatjes goed, ja. Jo, dit. Heel klein randje. Zo. En dan gaan we hier nog een randje groen doen. Nee, ik lieg. Paars. Toen aan de kant. Paars. En kijk, dat gaat mooi flapjes staan. Zo, dan deze en die. Nou, wat gaan we hiervoor gebruiken? Ik zou het terug laten komen, dat groene. Gingen wij terug laten komen aan de voorkant. En doen we dan sterretjes of doen wij even groen? Kan ik deze niet zo doen? Nee, want dan krijgen we dus tape. Of doen we hem zo en dan doen we hier... Oh ja, wacht.
Waarom zou je dat nooit zeggen? Ja hoor, dat moet je zeker weten wel doen. Kijk, hij probeert altijd die knolpauwer te kijken. En nou, ten eerste, ik vind zijn taal vreselijk. Aardige gozer, hij heeft echt wel hele leuke vlogs. Maar hij kan schelden, jongen, wauw. En ik hoor hier ook wel de nodige dingen nu, maar het is nog te doen. Maar ja, het meer dan fuck of shit, dat hebben we allemaal een keertje, maar... Hij is nu, wat ik begreep, stuk tv aan het kijken. Dat is nog wel te behappen. Maar ja, die mensen zijn alweer wat ouder. Dus dat... op een of andere manier helpt dat. Zo. Oh, randje hier. Zie je nou wat vergeet? Tapeje zeg. Die hebben we niet nodig. Zo. Nou, bedankt. Je hebt zijn kamer niet gezien. Kind hoeft zich niet te vervelen hoor. En anders, het is mooi weer, dan gaat hij naar buiten. Even een nieuw doekje pakken, want zelfs die blijft nu aan mijn handen plakken van de lijn. Dus nee hoor, hij hoeft zich eigenlijk echt niet te vervelen. En hij heeft ook genoeg computerzooi boven, dus dat is het ook niet. Dus hij is niet zielig. Toch, Enzio? Ja, je bent wel zielig, hè? Even kijken, nou kunnen we. Ik vind deze eigenlijk net iets te klein. Kijk, als ik hem goed neerleg, is hij net te klein. Dat willen we niet, hè? Ik wil echt, aan de ene kant wil ik die pons namelijk terug laten komen. Want dat vind ik wel erg leuk. En die wil ik terug laten komen op het witte. Dus ik snijd ietsje kleiner dan de groene. Gewoon een randje. Ik ga drinken voor je pot. Nee. Oh, sorry. Ja, dat is goed. Ik snij hem net zo groot als de groene. En waarom? Want er gaat nog meer vanaf. Tuurlijk, doordat je pons. Ik snij hem dus tegen het groene aan. Want het is wel leuk om die pons geregeld terug te laten komen. Wat zeg je? Mijn voorkeur? Ja, transparant. Nee, er staat een fles ergens. Ja, in de kast. Nee, ik heb gisteravond gepakt. En ik heb gisteravond geen fles leeggelurkt. Nou, er staat geen fles naar. Moeten we ergens staan, Pik? Is het een cola-fles? Nee, ik heb gisteren een fles kristal open gemaakt. Ik zie hem, ja, misschien bij tafel. Heb ik hem bij de tafel niet opgeruimd? Of op het aarde? Hij ligt daar, ik wou zeggen. Ik heb hem echt opengemaakt. Oh, die mag netjes even veiligstellen. Hij lag weer. Oké. En dan gaan we weer ponsen. Kijk, en daarom heb ik hem op groen aangesneden. Want die houdt altijd wel iets wat je er nog af moet halen. Oeh, dat klinkt lekker. Ja, hij viel me goed. Oh. En dan ga je hem nu aan mij geven. En dan maak ik hem open en dan zit ik vol. Nee, ik heb hem net opgemaakt. Oké. Okay. Daarom zei ik, oh dat klinkt lekker, zo. Oh, dat was dat, oké. Okay. Zo. Echt, zo'n leuke ponsen zijn dat. Raar, hè? Dat is zo. Waar we neer liggen, hier. Ja, dankjewel schatje. Zie je, hij hoeft zich niet te vervelen, hij mag drinken pakken. Nee hoor, doet hij zelf, dan drink ik weer niet, vergeet ik het weer. Ja, en dan zeg je, ik ga drinken. Nee, ik zeg, ik drink vanmiddag wel. Oh. Nog een klein stukje. Ik film sowieso niet, ik lig met een knuffeltje, stuk te witte kijken en een lekker zonnetje. Dat kan.
Haha. Er is iemand heel gezellig aan het kletsen nu via de chat. Dus ik druk hem toch wel weer even naar beneden. Zo. Nee, dat is niet papa. Kijk, want dit is dus wat ik wilde. Dit vind ik zo leuk. Is toch lief? Oké, dus die maken we. Even. Nou, dit wordt wel een lastig dingetje. Hadden we al eens eerder, hè? En dan is ook deze pagina al bijna klaar. Nou, daar zijn we lekker op bezig. Nou, doe ik wel de achterkant ook, want die gaan we zien. En ik zet alleen hier aan de één lange kant, de rechterranden zeg maar, doe ik alleen een beetje lijm. Maak er gewoon een smalle pocket van. Oh, ben ik volgende week helemaal alleen na 2,5 maand. Boe. Wat dan? Ja, ik ga jullie wel missen, denk ik hoor. Ja, maar zo als ik ziek word. Denk maar. Nou, doe maar even lekker niet gewoon. Je gaat gewoon naar school. Je gaat niet ziek worden. Zo. Dan zorg ik gewoon tot ik ziek word. Maar dan ben je niet zo alleen. Nee, dat is zeker weten waar. Oh, maar ik heb volgende week hartstikke druk. Zeg ja? Oh, maar daartegen mag ik jullie dan toch wel missen. Dat weet ik ook. Ik laat deze. Die, had ik dat aan de binnenkant, had ik dat ook. Hè? Ja. Deze kant terugkomen. Draai ik hem even om, het is makkelijker met aftekenen weer. Nou, ik zet hem er meteen tegenaan. Zo. En dan doe ik nog iets, zodat ik niet twee keer hoef af te tekenen. Dit zijn dus allebei de labeltjes. En ik zet hem achter het bloemetje. Klein momentje, schat. En ik teken hem af op het groen. Dus die snij ik dan eerst korter. En dan snij ik hem door de midden op de lijn of op het streepje. En dan heb ik twee dingetjes die voor de bekleding. Ja, wat wou je zeggen, Pik? In mei hebben jullie 2 weken. Oh, lekker. Lekker. En daar komt Pasen, komt er nog tussendoor. Die valt vroeg. Die is ergens in eind maart, geloof ik al. En, oh. Zie je? Oeh, joi, joi, joi. Mijn foutje. En waarschijnlijk hebben we er ook een paar studiedagen. Nee, want de studiedag van de 15 maart gaat weg. Maar jullie gaan maar 3 weken in de school. Dan hebben jullie weer quarantaine. Dus dat heb je ook nog ertussendoor, hè? 3 weken is lang, hè? 3 weken school? Ja. En dan heb je weer 3 weken quarantaine. Nou, dan zit je in april. Nee. Ik moet... 1 april moet ik infuus. Ja, dat is goed. Dus dan zit je zeg maar in de tweede week april. Dus dan heb je 2 weken school. Dan is er weer... Nee, nog geen vakantie. Even kijken, hoe moet die zo? Koningsdag. Nou, die valt op een dinsdag. Dus ik weet niet of jullie de maandag ervoor naar school moeten. Tegenwoordig veranderen ze alles ter plekke, dus het zal. Ik ga er vanuit van wel. Nou, dan is het alweer eind april. Dus dan moet je, dacht ik, nog 3 dagen naar school. En dan heb je, geloof ik, mijn vakantie. Nou... Waarschijnlijk
staken? Ja, dat is gestaakt. Nou, ik denk dat er dit jaar weinig gestaakt gaat worden. Het kan zo, hè? Ja, het kan maar zo, maar ik denk het hoor. Het is haast niet te zien hoe ze moeten. Waarom is die stuurder in maart weggehaald? Omdat jullie met dat ijsvrij, zeg maar, waren, met de sneeuwval. Hebben ze studiedag van gemaakt, ja. Normaal gesproken moeten ze met studiedag leren, zeggen ze. Nou, schijnbaar hoeft dat tegenwoordig niet meer. Dat vind ik, dat vond ik eigenlijk ook gewoon niet chill. Want toen was ik toch thuis. Toen was ik toch thuis. Ja, jullie hebben er weinig aan gehad, inderdaad. Oké, nou, dan gaan we hier ook nog een... Zijn wij nog 15 maart niet thuis? Nee, jullie zijn 15 maart niet thuis. Even kijken, dit is een leuk flapje. Die gaan we erin zetten. Dit is nu een pocket geworden. Ik wil zo graag gewoon computeren. Wat zeg jij? Ik wil zo graag gewoon computeren, want dan heb ik 4 topjes aan de dag. Je mag strakjes, mag je computeren. Hey. Oké. Dit is de onderkant, zo. Die vouwen we om. Deze vouwen we om. Maar dit is ook chill, lekker in de zonnetje liggen. Daarom, val je niet slaan? Nou, dit is al 2 keer gebeurd voor mij. 2 keer gebeurd en ik voel wel goed. Oh ja, jij praat iets. Ja, oké. Okay. Deze moet eigenlijk aan de binnenkant geplakt worden. Of eigenlijk, ja, zo. Zo, die is scheef, zeg. Wauw. Ik ga dat papier van Graphic 45 steeds minder leuk vinden. Die moet dan zo. Krijg zo sterk, krijg niet voor elkaar. Zo, even rechter maken dat flopje. Oké. Kan die nu aan de buitenkant? Kijk, kan die nog niet. Nou, de bedoeling is dus dat hij zo gaat. Nou, dat doet hij niet, dus ik plak hem zo. Ja, maar plak hem aan de binnenkant. Ik vind het niet erg. Dit kan ook niet. Oh, het is wel een raar flopje. Even kijken, hoezo moeten jullie zo vaak in quarantaine? Ik heb één keer krijg ik infuus. En als ik alleen al doe, dan krijg ik mijn infuus niet. Namelijk als ik verkouden ben, of beginnend verkouden ben, of vlak na een infuus verkouden wordt, dan slaat het verkeerd aan. Nou ja, normaal gesproken ben je dan gewoon normaal, snel terug verkouden. En ik heb wel zoiets gehad een keertje van, nou, toen niet zo raar. En ik ben dus inderdaad er naartoe gegaan en je ligt meteen met een dubbele longontsteking. Ik krijg een heel raar infuus. En medicatie, gewoon puur medicatie. En dat zorgt dat jouw afweersysteem helemaal op nul staat. Dus ik ben ook gewoon super vatbaar. En daarom ben ik ook gewoon eigenlijk merendeels alleen maar thuis. Ja, en als ik dan verkouden word, word ik er gewoon doodziek van. En naarmate de tijd is tot je naar het infuus gaat... Ja, wordt het steeds slechter. Word je steeds vatbaarder. Dus vandaar dus dat ik zo vaak in quarantaine zit. Maar nu doe ik, vooral met de coronaperiode hoor. Dan is het echt dat ik ophokplicht heb, zoals ik het heb. En als de coronaperiode over is, als je corona krijgt. Normaal als je verkouden bent en je gaat naar het ziekenhuis, mag je nog wel naar binnen. Maar nu als je alleen al doet van de hooikoorts, dan word je eruit gezet. Ja, nou dat... Dus ik ga dat echt niet gokken gewoon. Want ik heb die infuus gewoon nodig. Nou, dan zou dit hem worden. Ik vind hem tot nu toe nog wel... Ja, ik vind hem echt wel heel erg saai. Moet ik heel eerlijk bekennen. Dus hier moet nog iets van een sticker. Dat moet zeker wel. Dus, en ja, je mag het dus vragen. Je mag alles vragen. Of ik een antwoord erop geef, dat is altijd maar de vraag. Even. Nee hoor, ik ben daar niet zo heel erg moeilijk in. Even kijken. Leave room. Nee, die vind ik niet leuk om te doen.
vind die groen niet mooi. Nou, dat wou ik dus net zeggen. Dus ik kan eigenlijk ken ik niet wachten totdat een keertje de entingen doorkomen. Nee, dat zei jij niet, dat zeg ik. Want als ik eenmaal die... Nou, nee, het is nu gewoon even lastig, weet je. Het went. En ik heb nu gewoon zoiets van... schouw ik nou geënt gaan worden? Dan is dat klaar. Dan heb je gewoon wat meer vrijheid, blijheid. Maar het is... Ik vind het vooral voor de kids vervelend. Die hebben wel zoiets van... Yes, hoe van die naar school? Nee. Nou, ik ben thuis nog veel strenger, hoor. Dan de juf of de meester. Dus ik denk dat ze daarentegen heel graag naar school gaan. Nee. Kijk, dat is beter. En ze mogen ook niet met vriendjes en vriendinnetjes. En nee, dat is nog even nog een ander dingetje. Want ik mag niet met een levend vaccin geënt worden. Want daar word je ziek van. En het is de bedoeling met de entingen die ze nu hebben. Van je lichaam maakt antistoffen tegen de corona. En mijn lichaam maakt dus geen antistoffen. Dus ik moet met een doodvaccin of een dood iets moet ik geënt gaan worden. En nu zijn ze bezig, nou is dat niet alleen voor mij natuurlijk, maar ze zijn bezig als, ik noem maar wat, John geënt wordt. En om daar bloed van te trekken en dat bij iemand anders in te spuiten en kijken wat je lichaam doet. Waarschijnlijk, ten eerste kunnen ze dan veel meer mensen enten. En de kans dat ik dat daar wel tegen kan, is groter. Dus dan krijg ik het eigenlijk via bloed. Ja, dat is ook weer een dingetje, want er moet natuurlijk weer allemaal uitgezocht worden. Want ik heb A-positief. Nou, dat is niet een van de makkelijkste bloedgroepen, blijkt. Dus, en John die zal misschien een B hebben, dan heb ik mazzel. En heeft hij toevallig een A-negatief, heb ik niks aan John bloed. Dus dan moet er weer gezocht worden naar iemand waarvan we matchen. Ja, het is echt een dingetje en ik hoop echt gewoon dat ze opschieten ermee. Maar ja, je kan het niet afdwingen. Helaas, was het maar waar. Maar voor de rest kan je er 100 mee worden, hè? Wat? Met corona? Met corona? Nou ja, met corona misschien ook wel. Ik denk niet, dan ben je gevaccineerd. En dan moet ik nog één dag en dan weet ik dat ik 100 zou zitten. Zo. Oké, okay. Ik denk dat ik nog strikjes hierop ga zetten. En dan, ik vind hem wel heel rustig. Hier moet eigenlijk nog iets in. Een kaartje of een labeltje of een... Het moet ook nog passen natuurlijk. Dat is een flinke label. Nou, die gaat never nooit erin passen. Dat wordt wel heel krap. Dat gaat ook natuurlijk niet passen. Bummer. Dus ja, die is meteen helemaal weg. Nou, dan moeten we dan later maar eens even naar gaan kijken wat we daarin gaan doen. Iets van een strikje. Hij is saai, hè? Echt saai. Kijk, een strikjes. Ik zit te kijken, ik heb ook leuke knopen, dat kan wel met een touwtje, maar dan wordt het weer zo, ik kan er wel kaartjes onder zetten. Dat toont ook alweer, waar zijn mijn kaartjes? Even kijken hoor, paars, hebben we dat groen? Nee, ja, die hebben we al gebruikt, die. Nou, even kijken, wat voor kaartje gaan we doen met deze. Komt weer hetzelfde met die, dus er moet nog een andere kleur bij. Ik zit even te kijken, wat hebben we nog niet gebruikt? Dit is paars. Kijk. Zullen we dat scheef zetten? Dat is alweer iets beter. Gek op kaartjes, kan er zoveel dingen mee.
Zo had ik dan in dat kistje, had ik het, met labels had ik een waterval gedaan. Dus ik vond het echt zo leuk. Nou, ik denk toch dat ik hem hier even bij ga laten, dames. Wat ik vaak doe is als hij helemaal klaar is, dan met het boek of met alle pagina's, dat ik toch nog even rond ga wandelen. Van, oh, dat kan daar nog bij, dat kan daar nog bij. Ja, strikjes, ja, weet ik ook niet. Dat moet ook wel weer terugkomen natuurlijk. Nou, plenty plek voor foto's in ieder geval. Ik vind dit ook erg leuk, die postzegeltjes. Hij is even wat anders. Het is wat rustiger, maar goed, dat was ook de bedoeling. Ja, nou dat. Ja, ik ga hem zo laten. En dan ga ik afspreken. Ik kom maandagochtend. Even kijken hoor, 10:30, ja, dat weten we wel. 10:30. Ja, ik vind hem ook leuk. Ik ben het helemaal met je eens, Jolanda. Maandagochtend, 10:30 ben ik hier weer. Gewoon gezellig bij mezelf. Raar, hè? Zo'n had als vies, ja, wat zullen we doen? Kun je niet beter naar Wendy's Crepe gaan? Ja, er zit ook een hoop... Eigenlijk is die Engelstalig. En ik wil het niet in Engelstalig gaan doen. Zo geweldig is mijn Engels ook niet. En om nou elk zinnetje in Google Translate is in te gaan tikken... gaat hem ook niet worden. Dus, nou dat. Dus ik blijf gewoon gezellig hier staan. Ik wens jullie een heel fijn weekend. En ik hoop dat jullie heel mooi weer hebben. Hierop wordt het maar een graadje of 9. Dus het is best wel fris. Als ik nu naar buiten kijk, hebben we een prachtige mooie blauwe lucht met een zonnetje. Dus misschien dat ik zometeen even ga voelen van... Hey, is het lekker? Ga ik nog even... Oh, ik zie mijn vriendje buiten. De buizerd zijn weer aan het draaien. Ik vind het zo gaaf. En hoor je ze mouwen. Helemaal leuk. Nou, dat dus. Dus maandag. En dan hopelijk ook met mooi weer. Fijn weekend, dames. Doei, doei.